Hallo iedereen, ik ben Tamara en welkom bij de Fashion Basement. Vandaag ga ik het met jullie hebben over iets waar ik zelf keigraag les over geef, namelijk de overlock. De overlock is echt een super toffe machine om mee te werken, maar ik merk dat dat bij heel veel mensen in het begin wel iets is dat heel erg intimiderend is. Dat gaat soms iets sneller dan een gewone naaimachine. Daar zit een mes aan dat je stof afsnijdt en dat zijn allemaal zaken die er wel toe bijdragen dat niet iedereen zich even veilig voelt om daarmee beginnen gaan te werken. Ik ga er vandaag verandering in brengen. Waar gaan we het overal over hebben? Om te beginnen, wat is nu juist die overlock? Wat doet dat? Waarom heb ik dat nodig? Daarnaast ook, hoe moet ik dat inrijgen? Welk garen moet ik nu eigenlijk gebruiken? Welke naalden heb ik nodig? Al die knoppen dat eraan staan, voor wat dient dat eigenlijk? En uiteraard, super, super belangrijk, die spanning. Want dat is echt een probleem dat ik heel, heel vaak zie terugkomen. Ik geef nu bijna 10 jaar les in het volwassenenonderwijs. En dat is iets waar dat heel veel cursisten blijven mee sukkelen. Om die spanning gewoon goed te krijgen. Ze merken wel van, dit is niet wat het moet zijn. Ze hebben wel door wat dat er nu juist verwacht wordt. Wat maakt nu de spanning goed of niet goed? Maar om die dan helemaal juist te krijgen, dat is niet altijd even simpel. Ik zie ook heel vaak in Facebookgroepen bijvoorbeeld over naaien de vraag terugkomen. Help, mijn spanning is niet goed. Waar ligt dat aan? Hoe moet ik dat hier in orde krijgen? En ik zie ook heel vaak de volgende vraag. Ik wil een overlockmachine kopen. Ik wil daar niet te veel aan uitgeven. Dus ik zie budgetmodelletjes in bepaalde supermarktketens of discount stores van die zaken. En ik lees daar heel gemixte reviews over dat dat slecht is of dat mensen zeggen, ik heb daar al 10 jaar nog nooit problemen mee gehad. Wat moet ik nu doen? Dus we gaan beginnen met, wat is nu juist die overlock? Waarom heb ik dat nodig? Wat is het nu het verschil tussen de goedkopere budgetversies, modelletjes en de duurdere versies? En dan inrijgen, garen, naalden en spanning. Dus wat is nu juist een overlock? Een overlockmachine is een machine die we eigenlijk gaan gebruiken om de randen van onze stof af te werken. Een overlockmachine kan ook alleen maar een overlocksteek maken. Die doet eigenlijk niks anders dan dat. En een overlocksteek, dat ziet er zo uit. Dat is dus aan de rand van de stof. Eigenlijk een beetje een gesofisticeerde zigzag noem ik dat dan. Nu, die gesofisticeerde zigzag, die overlocksteek, die gaat ervoor zorgen dat onze stof niet kan uitrafelen. Daarnaast is dat ook een heel mooie en professionele afwerking. Dus zelfs wanneer een stof niet rafelt, gaan we dat toch gebruiken, gewoon om zeker te zijn dat alles heel netjes afgewerkt is. Natuurlijk, wanneer je geen overlockmachine hebt thuis, dan ga je dat met je naaimachine moeten doen. En dat wordt dan gedaan met ofwel een heel gewone zigzag, ofwel een overlocksteek op de machine. De meeste machines hebben ondertussen wel een overlocksteek. Ben je niet zeker welke dat juist is, dan ga je dat even opzoeken in je handleiding van je naaimachine. En dan ga je dat zeker kunnen terugvinden. Nu, die overlockmachine, zoals ik het al zei, daar zit een mes aan. Dat gaat je stof afsnijden. Nu, dat mes, dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat alle rafeltjes en oneffenheden dat je misschien gemaakt hebt tijdens het knippen van je stof, dat je die wel mooi recht kan trekken. Wat is niet de bedoeling? Dat we standaard een repeltje stof afsnijden. Nu, daar ga ik straks nog op terugkomen, want ik denk dat er nu al een aantal mensen op het puntje van hun stoel zitten. Niet afsnijden, jawel, ik moet wel afsnijden, want dan krijg ik een hele mooie rechte kant aan mijn stof. Er zijn een aantal argumenten. Ik ga het straks uitleggen als we zover zijn. Nu, die overlocksteek is natuurlijk heel mooi met de overlockmachine, maar dan kom ik bij de vraag van, ja, die budgetversies, is dat nu goed of niet goed? Ik lees zoveel gemixte reviews, wat moet ik doen? Nu, misschien belangrijker dan te weten, is het goed of is het niet goed, is te weten, wat is nu als het verschil? Waar schuilt dat nu in dat er mensen ofwel zo erg er tegen zijn, ofwel eigenlijk heel tevreden en het probleem niet zien? Dat gaat eigenlijk als volgt. Dus zoals bij alle budgetversies van naaimachines, overlockmachines, ik denk gewoon ook alles in de wereld van technologische zaken die wat budgetvriendelijker zijn, ligt er natuurlijk al een deel aan een minder sterke motor, meer plastic onderdelen waar dat sneller schade aan kan komen. Dat zijn dus lichtere machinekes die gemakkelijker problemen ondervinden bij stoffen die wat moeilijker zijn. Dus dan denk ik vooral aan zwaardere stoffen. De motor gaat dat minder goed kunnen trekken. Maar soms ook wel wat delicatere stoffen.
dat je die spanning niet fatsoenlijk geregeld krijgt of toch niet perfect geregeld krijgt. Nu, over het algemeen zijn die machines wel helemaal oké om te gebruiken. Gaan die een mooie spanning geven? Ga je daar gewoon mee kunnen werken? Als je als hobby je overlockmachine eens een keer in de week, een keer in de twee weken gebruikt, gebruik je je machine elke dag redelijk intensief, dan zou ik dat niet aanraden. Op die manier gaat je machine waarschijnlijk sneller verslijten. Ga je toch wel sneller toe zijn aan een andere machine. Je gaat dat dan direct merken. Maar gewoon hobbyist, startend, hobby, perfect. Geen probleem. Waar schuilt er nog een verschil in? En dat is toch soms een iets belangrijker verschil. En dat gaat over het inrijgen van de machine. Dus het inrijgen van een overlockmachine, je gaat dat zo dadelijk zien als je dat nog niet kent, dat is iets moeilijker dan een gewone naaimachine. Nu, pas op, dat valt echt goed mee. En één keer als je weet waar je op moet letten en welke draad over en onder welke andere draad moet zitten, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Maar er is wel, onderaan zijn er grijpers. En die grijpers, die voorste grijper voor de onderdraad, die is soms iets moeilijker in te rijgen, omdat die heel ver achteraan de machine doorloopt. En ja, dat is iets moeilijker om daar aan te geraken. En de hogere budgetversies, zal ik zeggen, die hebben daar wat trucjes voor om daar gemakkelijk aan te kunnen met behulp van een hendeltje. Je gaat dat zo dadelijk ook zien. Dus dat is net iets makkelijker en gebruiksvriendelijker om in te rijgen. De budgetversies zijn dus iets moeilijker, maar op zich, als je weet waar je op moet letten, ook weer geen probleem. Dus voilà. Waarom zijn er een aantal mensen nu zo hard tegen die goedkope budgetversies? Omdat ze een betere versie gewend zijn. Eén keer als je verwend bent door die luxe van een heel makkelijk in te rijgen lokmachine die elk stofje aan kan, ja natuurlijk, dan wil je nooit nog een andere. Maar is dat nu absoluut een vereiste voor alles en iedereen? Nee, dat denk ik nu ook weer niet. Zou ik zelf ooit nog een andere willen? Nee, maar ook weer verwend. Alright, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen om te weten als we gaan starten met de overlock, van waarom heb ik dat nu nodig. Nu gaan we hem inrijgen. Ik ga nog beginnen met het garen te tonen. Qua overlockgaren, daar wordt ook wel heel veel over verteld. Nu, overlockgaren is belangrijk dat je goede kwaliteit overlockgaren koopt. Je ziet vaak op zo, ja, moet ik zeggen, meer marktkramen soms of in de goedkopere stoffenwinkels, zie je vaak overlockgaren, bijvoorbeeld 4 euro voor één bobijn, 12 euro voor 4 stuks. Zoiets ongeveer. Nu, dat is een heel leuke promotie, want promotie is een hele leuke prijs, want overlockgaren is op zich niet zo goedkoop. Je hebt ook altijd 4 bobijnen nodig. Ik weet het, 3 kan ook. Ik ga daar straks meer over zeggen. Maar als je 4 bobijnen moet kopen aan een prijs van ongeveer 10 euro per stuk, ja, dat telt wel door. Ik snap dus heel goed dat heel veel mensen een goedkopere versie van garen willen hebben, maar dat garen, daar denk ik dat we toch best even door de zure appel bijten en het duurdere garen kopen. Waarom? De budgetversies, de goedkopere garen, ik heb er hier zo eentje bij de hand trouwens. Nu ja, op zich zie je daar niet zo op het eerste zicht niet geweldig veel verschil mee met een andere overlockgaren. Maar die budgetversies, wat is daar het probleem mee? Dat garen is een beetje aan de pluizige kant. En op dat garen, daar zitten vaak oliën en vetten op. En die pluisjes en die oliën en die vetten, die blijven hier bovenaan tussen de spanningsschijven steken. En die hopen zich daarop en die koeken daaraan. Wat dat er eigenlijk ook voor gaat zorgen, dat die spanningsschijven niet meer zo goed af te regelen zijn. Je gaat dus merken dat naar verloop van tijd je spanning moeilijk in te rijgen is en dat niet voor alle stoffen dat nog mogelijk is om je spanning goed te krijgen. Een heel gemiddelde of een dikkere stof heeft daar minder last van, maar iets fijnere stoffen, dat is een probleem. We willen dus echt wel vermijden dat we dat probleem aan de hand krijgen, want zelfs als we onze machine op onderhoud sturen, dat kan niet altijd nog fantastisch goed gered worden, zal ik maar zeggen. Dus een betere kwaliteitsgaren is echt wel aan te raden. Wil je je overlock op lange termijn ook goed onderhouden en verzorgen? Ik denk het wel, want dat is een investering. Dat doen we niet voor een jaar of twee een nieuwe te kopen. Dus denk eraan bij het kopen van je overlockgaren. Nu, er zijn nog verschillen in overlockgaren.
En dat zijn de volgende. We hebben serafilgaren en we hebben nog gewoon overlockgaren. Als in bijvoorbeeld Seracor, Saba, Guterman gaat dat ongetwijfeld ook hebben. Zelf ben ik meer een Amand Mittler fan, dus ik heb niet zoveel Guterman garen, dus ook geen overlockgaren. Ik weet dus niet wat de naam daarvan is bij Guterman, maar in principe, als het van Guterman is, gaat het goede kwaliteit zijn. No doubt about it. Wat is nu het verschil tussen die serafil en het gewone overlokgaren? Serafil is hetgene wat dat heel veel mensen gaan zeggen als je een overlok koopt en je wil goed garen hebben, dat je serafilgaren moet hebben. En op zich zeker akkoord, helemaal akkoord. Dat is heel goed kwalitatief garen, maar er is wel iets dat ik daarover wil vertellen. Serafil garen is heel dun, fijn en glad garen. En dat is dus eigenlijk perfect voor dunne, fijne, gladde stoffen. We willen bij fijnere stoffen geen gewoon overlokgaren gebruiken, maar wel serafil garen, zodat die overloksteek geen dikke geen dikte toevoegt aan onze naad. Als we onze naad gaan openstrijken, dan willen we niet dat die steek, dat die dikte van dat garen gaat doordrukken in onze stof. Om dat te voorkomen gebruiken we dus serafil garen, want dat is veel dunner en gladder garen, waardoor dat je daar geen last van gaat krijgen. Nu, wanneer dat je met heel gemiddelde of zelfs dikkere stoffen gaat werken, dan wil je liever geen glad, schuivend, dun garen, want je wil ook extra stevigheid en dat moet goed blijven zitten aan je stof. Je wil niet dat dat te licht is, dat garen. Dus dan heb je gewoon overlokgaren nodig. Nu, gewoon overlokgaren is eigenlijk heel vergelijkbaar wel met gewone stikzijden. Alleen is er natuurlijk een groot verschil, de grootte van de bobijn. Dit is nu een bobijn die al bijna op is. Deze is half op. dus daar zit veel meer garen op één bobijn. En dat wil, je hebt ook veel meer garen nodig. Dus je wil niet kleine stikzijden bobijntjes op je overlok zetten, want dat gaat een heel dure grap worden. Dat doen we niet. Je kan dat doen, maar dat is niet zo leuk voor onze portemonnee. Dus we willen overlokgaren. Nu, dat goede overlokgaren, dat gaat er dan ook voor zorgen dat we een netjes afgewerkte naad gaan krijgen. En voor de mensen die al zover zijn, als je gaat stikken rechtstreeks met je overlok, dus er komt eigenlijk geen naaimachine meer aan te pas, dat kan je eigenlijk alleen maar doen met tricotstoffen, dus gebreide stoffen. Jersey, tricot, dat is allemaal hetzelfde, dat is gewoon Franse en Engelse benaming. Dat wil gewoon zeggen een gebreide stof. Een gebreide stof is altijd rekbaar. En daar kan je dus gewoon mee gaan stikken met de overlok zonder je naaimachine voor te gebruiken. Dan wil je absoluut zeker gewoon overlokgaren en geen serafil garen. Want als je dat gaat stikken met serafil garen, dat is toch net niet stevig genoeg. Dat gaat ook te gemakkelijk loskomen. Er zijn allemaal wel oplossingen voor, maar qua stevigheid liever niet. Dan willen we gewoon overlok garen. Qua naalden, ook heel belangrijk, want dat zie ik dan ook vaak terugkomen als vraag. Ja, mijn naald is gebroken. Wat moet ik daar nu op zetten? Wel, om te beginnen, je gaat niet alleen maar je naald vervangen als ze gebroken is of bot is. Dan doet je dat liefst ook uiteraard. Maar je gaat eigenlijk je naald altijd een klein beetje aanpassen aan je naaiproject. Want in je huishoudnaaimachine en je huishoudoverlokmachine zitten eigenlijk dezelfde naalden. Dat wil dus eigenlijk zeggen, ga ik een gemiddeld gewone stof waar niks speciaal aan is overlokken, dan wil ik daar ook een gewone standaardnaald van ongeveer 70 à 80 in hebben. Ga ik een fijn voedingsken overlokken, dan wil ik toch eerder een standaardnaald van 60 of een microtexnaald van 60 à 70 hebben. Ga ik rechtstreeks stikken met de overlok om mijn t-shirtje in elkaar te zetten, dus een tricotstof, dan ga ik een stretch of jersey naald gebruiken. We passen dus onze naald eigenlijk gewoon mee aan, net zoals we dat bij onze naaimachine doen. En nu gaan we stikken. Hoe moet ik mijn machine inrijgen? Ik ga het laten zien. Ik heb er nu voor gezorgd dat alle draden er even af zijn en ik heb al bobijnen op de machine gezet. Nu, welke bobijnen moet je waar plaatsen? In principe, als je nieuwe bobijnen hebt, dat zijn nog dikke, volle bobijnen. Dat maakt uiteraard niet uit. Maar je gaat snel merken dat de twee linkse bobijnen veel minder draad verbruiken dan de twee rechtse bobijnen. Dat komt omdat de twee linkse bobijnen naar de twee naalden gaan en de twee rechtse bobijnen die gaan naar de twee grijpers onderaan. De grijpers die maken de zigzag boven en onderaan van de stof, dus die verbruiken veel meer draad. Want een zigzag heeft meer draad nodig dan een rechte steek, uiteraard. Deze twee gaan dus sneller op zijn, dus wissel ook regelmatig de plaatsen
van uw garen, zodat je niet heel snel twee lege bobijnen hebt en dan nog twee halfvolle, want dan moet je er twee nieuwe gaan bijkopen. Terwijl dat als je op tijd een keer wisselt, dan wil dat dus zeggen dat ze ongeveer gelijktijdig gaan op zijn als je die vaak genoeg of op de juiste momenten wisselt, ik zal het zo zeggen. Nu, om uw machine gaan in te rijgen, heb ik nu even de bovenkant van de machine in beeld, want het is heel belangrijk om die antenne dat we hier hebben, om die eerst uit te schuiven, vooraleer dat je begint met het inrijgen van de naaimachine, of de overlockmachine beter gezegd. Want het is zeker en vast de bedoeling dat onze draad eerst hier bovenaan langs de antenne passeert voordat we naar de machine gaan. Als de antenne niet volledig uitgetrokken is en hier ergens blijft hangen, dan gaat uw draad dus niet mooi kunnen afwikkelen van de bobijn en gaat er te veel spanning op komen te staan. En te veel spanning zorgt dus voor een niet correcte spanning wanneer dat we aan het overlokken zijn bij onze stof. Dat willen we dus voorkomen. Dus altijd antenne uittrekken en daarna beginnen inrijgen. Je ziet ook, ik begin eigenlijk met draad nummer 3. Dus als we van links beginnen gaan te tellen, is dat de derde draad. En ik begin daarmee omdat die twee draden aan de rechtse kant, dus draad 3 en 4, die gaan naar de twee grijpers onderaan in de naaimachine. En die gaan we eigenlijk altijd eerst inrijgen. Is het ook mogelijk om de twee naalden eerst in te rijgen? Ja, zeker en vast. Dat is geen enkel probleem. Maar je moet gewoon zien dat er geen verknoping is voordat je begint gaan te stikken. En bij het als alle draden ingeregen zijn, dan wil je geen verknoping nog niet hebben. Dus het is het makkelijkste om te beginnen met draad 3 en daarna 4. En daarna 1 en 2. Op die manier ga je daar eigenlijk nooit mee in de problemen komen en moet je daar ook niet over nadenken. Nu, als we dus onze draad gaan inrijgen, onze machine gaan inrijgen, dan gaan we eerst met de draad langs de antenne passeren en daarna langs hier bovenaan de machine, daar zitten eigenlijk altijd de spanningsschijven. Dus die spanningsschijven, ik wil mijn draad daar hier van boven mooi tussen hebben zitten. Dus als die hier achteraan goed zit, dan weet je, hij zit ertussen. Soms zie je dat meer zitten bovenop de machine. Ja, dan is het nog gemakkelijker. Dan kan je direct duidelijk zien of dat hij ertussen zit, ja of nee. Nu, voor al die draden is dat hetzelfde, dat we eerst langs de antenne passeren en dan tussen de spanningsschijven trekken en daarna verder gaan we inrijgen. Ik ga nu het beeld iets dichterbij brengen, zodat jullie goed kunnen volgen. Maar dit is dus hetzelfde voor alle draden. Wanneer ik met mijn draad tussen de spanningsschijven ben geweest, dan kom ik hier beneden aan. En in uw machine staat er meestal ergens wel een vrij duidelijke tekening of afbeelding van de weg die dat je wil volgen. Wij gaan die hier ook volgen. Meestal is dat ook met uw kleurcodes aangegeven. Ik ben nu de blauwe draad aan het inrijgen, dus ik volg nu ook de blauwe weg. Ik ga altijd achter mijn haakjes klikken of achter schuiven, want de meeste plaatsen waar ik moet passeren, kan ik eigenlijk gewoon mijn draad achter schuiven of klikken of trekken, zonder dat ik daar moet zitten peuteren om door een klein gaatje ergens te geraken. Nee, dat is gewoon klikken en schuiven in de meeste gevallen. Nu, die weg is altijd ook heel vergelijkbaar voor de meeste overlockmachines. De enige overlockmachine waar dat iets gemakkelijker is, is bij de babylock. Want bij de babylock, daar zit hier eigenlijk een buisje die een groot deel van de weg zelf doet. En waar dat je met een luchtdrukpompje eigenlijk je draad kan doorpompen. En waar dat je dat dus zelf niet moet doen. Maar je moet er nog altijd wel een aantal dingen zelf doen, maar een groot deel wordt er voor jou gedaan. Nu, de twee grijpers. Ik ga proberen dat zo goed mogelijk te tonen. Hier zien we duidelijk één grijper, deze. En dat is de grijper, de voorste grijper. En die dient voor de zigzag die onderaan de stof gemaakt gaat worden. De achterste grijper, die dient dan weer voor de zigzag die bovenop de stof gemaakt gaat worden. Dus dat wil zeggen, deze grijper die dat je hier ziet, dat is die voor de bovenkant van de stof. Ik ga een klein beetje draaien in de hoop dat je dat dan beter ziet. Dus als ik hier ermee draai, het is deze grijper. Wanneer ik uiteindelijk met mijn garen door alle puntjes gegaan ben en ik moet naar de grijper toe gaan. Dus wanneer ik naar de grijper moet gaan, dan zie ik dat hier een oogje is in de grijper, een klein gaatje, en daar moet ik wel zo zitten doorkeuteren. Nu, ik doe dat meestal allemaal gewoon met mijn handen.
Heel veel mensen doen dat liever met een pincet. Dat is maar juist wat je zelf het liefste hebt. Dat is allemaal oké. Ja, en mijn camera zit hier nu natuurlijk nog netjes in de weg, zodat ik er overal niet super gemakkelijk aan kan. Maar we willen dus onze draad door het oog van de grijper halen. Oh, en mijn draad blijft hier al ergens hangen waar ik niet wil dat die blijft hangen. Zo, op die manier gaat mijn draad dus recht naar beneden, achter alle plaatjes waar een blauw tekentje in mijn geval aanhangt. En dan ga ik zo recht naar het oogje in de grijper. En van daaruit ga ik met mijn draad altijd onder de persvoet door. Ik wil nooit mijn draad ergens over een persvoet hebben liggen. Die moet altijd onder de persvoet doorgaan. Wanneer we dat hebben, gaan we verder met de rode draad in mijn geval. Dus de vierde draad, de grijper die hier vooraan zit, de grijper die de zigzag onderaan gaat maken. Ik ga dus ook weer met mijn draad langs de antenne passeren. Ik ga hem ook weer mooi tussen de spanningsschijven bovenaan trekken. En dan ga ik hier ook weer alle haakjes en grijpertjes volgen die ik nodig heb. Ik ga met mijn garen rond al die puntjes. En nu komt één ding dat dus verschillend is voor de budgetvriendelijkere versies en de minder budgetvriendelijkere versies. Ik ga proberen een beetje in te zoomen. Zo. Ja. Dus nu komen we bij één verschil uit. En dat verschil is het volgende. Die grijper, we zien hier eigenlijk de grijper komen en die verdwijnt hier zo wat in de machine. Die grijper die heeft echt een haakvorm en achteraan die haak is ook een gaatje waar dat we dus eigenlijk moeten passeren met ons garen. Dat is iets moeilijker om daar te geraken en bij de duurdere machines daar is meestal een hulpmiddeltje voorzien. Dus als ik hier op dat wit hendeltje duw, dan komt er een extra haak tevoorschijn die er daarnet niet was en die kan ik eigenlijk heel makkelijk volgen. Daar zitten twee kleine haakjes aan. Ik breng mijn draad daarachter door. Ja, mijn camera is echt in de weg om er even aan te kunnen, maar het gaat lukken. Ja, oké. Dus ik breng die daarachter door. En wanneer ik nu aan het vliegwiel draai en die hendel, de grijper beweegt, klik, dan schiet eigenlijk heel die haak helemaal naar achter. En die brengt nu vanzelf de draad op de juiste plaats. Dus nu zit mijn draad eigenlijk helemaal achteraan die grijper al op de juiste plaats. En nu is dat voor mij heel, een heel pak makkelijker om verder in te rijgen. Want ik moet daar vanachter niet zitten frutselen om die draad op de juiste plaats te krijgen. Nu, ik ga dadelijk tonen wat je moet doen als je natuurlijk dat hulpstukje niet hebt, want dan is het net iets moeilijker, maar absoluut niet onmogelijk. Anders zouden ze dat niet maken. Oké. Dus wanneer ik nu wil verder gaan, dan wil ik nu nog door het oogje van de grijper gaan hier. En om dat te doen, dus ik ga met mijn vliegwiel even mijn grijper zo plaatsen dat het oogje over... Allee, dat de grijper eigenlijk hoger zit dan de grijper van de achterdraad. Dus hier is de grijper van de achterste grijper van de bovendraad, zo moet ik het zeggen. En hier is de voorste grijper van de onderdraad. Daarstraks hadden we de grijper van de bovendraad al ingeregen. Ik wil nu dat die eigenlijk in een heel lage positie komt te staan, zodat de voorste grijper van de onderdraad met het oog boven de achterste grijper zit, waardoor als ik de draad door het oogje van de grijper steek, dat eigenlijk die draad nu over de achterste grijper ligt. Die mag daar zeker niet onder. Dat is echt heel belangrijk. Die mag daar niet onder, die moet daar over liggen. Wanneer die daar over ligt, ik heb hier nu toch een pincet, ik ga dat dan toch maar eens even gebruiken. Dan ga ik mijn draad naar achter trekken. En het is ook hier weer de bedoeling dat de draad onder de persvoet doorgaat. Sorry dat ik onderweg nergens blijf hangen. Ik heb hier ook ergens een bochtje gemaakt, dat wil ik liever niet. Ja, hij zit zo wat in de knoop. Ik ga hem er nog eens doorsteken, want deze is niet praktisch, hè. Dus wanneer dat oogje, dus wanneer het oogje hier boven de andere grijper zit, kan ik mijn draad daar vrij eenvoudig doorsteken.
En ja, ik ga nu toch mijn pincet gebruiken, nu dat ik het toch bij de hand heb. Meestal heb ik dat niet nodig, maar nu zit ik wel op een vrij ongemakkelijke positie, moet ik zeggen. Dan kun je zo je draad verder naar achter brengen. En is het ook de bedoeling dat we ook hier weer onze draad ervoor zorgen dat die onder de persvoet komt te zitten. Die mag dus niet onder de achterste grijper, maar hij moet boven de achterste grijper. En dan gaat hij eigenlijk ook weer hier opzij tussen de persvoet en de dekplaat. Wanneer dat we dat hebben, zijn onze onderste draden ingeregen en dan gaan we verder naar de naalddraden. Nu ga ik nog eens even die draad dat we laatst ingeregen hebben, dus de onderdraad van de ondergrijper, gaan we die er even terug uithalen en ga ik laten zien wat je kan doen of waar je op moet letten wanneer dat je dat hulpmiddeltje hier niet hebt. Ik heb de laatste draad dus van de onderste grijper er terug uitgehaald tot op het punt dat ik naar de grijper toe moet gaan. En nu heb ik ook de linkse kant van de overlockmachine geopend, want ik ga langs deze kant jullie tonen waar dat je op moet letten. Nu, als je aan het vliegwiel draait, dan bewegen de grijpers. En ik wil nu mijn grijper eigenlijk zetten in de meest linkse positie, zodat je die duidelijk hier kan zien zitten. Als hij in de meest linkse positie staat, dan kan je zien dat er hier eigenlijk een soort gaatje zit waar dat je draad moet langs passeren. Nu, in mijn geval kan je dat gaatje niet fantastisch goed zien zitten, want ik heb hier nog dat extra hulpmiddeltje om die draad op de juiste plaats te brengen. Dus als je dat hulpmiddeltje niet hebt, dan heb je uiteraard die bewegende haak hier niet. En dan heb je eigenlijk gewoon hier een gaatje waar dat je achterdoor moet. Ik kan dat nu dus niet perfect laten zien, omdat dat bij mijn machine anders is. Maar je kan wel duidelijk zien wat de bedoeling is en waar dat je op moet letten. Wat gaan we nu doen? Dit is één ding wat ik wel echt het makkelijkste vind met een pincet. Want de bedoeling is dat we met onze pincet onze draad vastnemen. En we gaan dan eigenlijk van de rechtse kant, dus waar we daar net alles aan het inrijgen zijn geweest, van die kant uit gaan we hier tussendoor komen met ons pincet naar de linkse kant. Dus je ziet hier het pincet komen met de draad. En dan ga je eigenlijk van daaruit, hoppakee, achter dat haakje gaan. En wanneer dat je dat doet, dan heb je eigenlijk dus je draad achter de grijper gebracht waar dat hij moet zijn. Nu, hoe dat die bij mij nu zit, is dat dus niet perfect. Ik ga hem even moeten opnieuw doen met mijn hulpmiddeltje, want ik kan niet aan het gaatje waar het hoort te zijn, omdat dat extra hulpmiddelhaakje daar nog voor zit. Maar dat is de bedoeling. Je gaat met je pincet met de draad van rechts naar links komen. Je brengt de draad achter het haakje in het gleufje en dan ben je eigenlijk juist vertrokken. Daarna kan je weer verder gaan. Dus dan ga je weer aan het vliegwiel moeten draaien om de grijpers op de juiste plaats te zetten. Dus we hadden gezien, we willen de grijper hebben, de achterste over de voorste grijper over de achterste grijper, zodat je de draad daarover kan brengen. Voilà, en als dan de twee onderdraden zijn ingeregen in de grijpers, dan gaan we verder met de naalddraden. We gaan ook hier beginnen met de meest linkse van de twee eerst. Dus dat wil zeggen, de eerste draad, die gaan we ook weer langs de antenne, langs de spanningsschijven. En dan is het vrij vergelijkbaar met een naaimachine. Dat wil zeggen dat we hier onderaan de weg eigenlijk gaan volgen, de hele gleuf in de overlockmachine volgen. Dan hier langs de nodige haakjes, daar staan meestal ook kleurcodes op. En op die manier gaan we richting de naald. Door de naald, er zijn heel wat mensen die dat ook graag met een pincet doen. Ik doe dat liever gewoon met mijn vingers. Zorg wel dat uw naalden vrij hoog staan, in de hoogste naaldpositie, zodat je er makkelijk aan kan. Ik doe dat zelf ook het liefst met mijn linkse hand, ook al ben ik rechtshandig. Want als ik met mijn linkse hand dat doe, hier heb ik tenminste plaats om daar aan te geraken. Dan kan ik met mijn rechtse hand hier de draad wat verder duwen. En dan ga ik hier achteraan terug makkelijker aan mijn draad kunnen. Ook belangrijk is weer om hem onder de persvoet te brengen en zeker niet erboven of ergens er tussendoor of zo. Nee, gewoon onder de persvoet en klaar. Als we die hebben, dan hebben we nog onze tweede naald, dus de rechtse naald. En die gaan we op dezelfde manier volgen als dat we dat daarnet gedaan hebben voor de linkse naald.
Oeps. Ja, en normaal gaat dat iets vlotter, maar ik zit niet recht voor de machine, want daar staat de camera. Dus dan is het iets lastiger om hem er goed in te krijgen, maar voilà, dat hebben we. Oké. Nu is het dus de bedoeling dat onze vier draden allemaal tussen de persvoet en de dekplaat zitten. Dus nergens zit er hier een draad over, nergens zit er iets in de knoop. Het is ook de bedoeling dat er nog geen verknopingen zijn. Dus we hebben daar net onze naalden in de hoogste positie gezet. We hebben de draden erdoor gedaan. Heb je nu al wel aan je vliegwiel gedraaid en is er al ergens een verknoping, dan zou ik altijd aanraden om even met een pincet, een fijn schaartje, maakt niet uit, onder de persvoet door te gaan, om die draden terug los te maken van elkaar, waardoor dat ze dus echt nog twee van boven komen, twee van onder, en nog nergens een verknoping heeft plaatsgevonden. Wanneer we dat hebben, dan gaan we een stukje stof nemen om te testen. Wanneer ik ga testen of dat hij effectief stikt, dan wil ik mijn stof eigenlijk al redelijk ver achteraan leggen, zodat ik redelijk snel in mijn stof ga zitten. Ik ga nooit beginnen stikken zonder stof, gewoon om al verknoping van de draden te krijgen. Ik wil dat liefst in de stof doen, dat is net iets veiliger. En als ik dat heb, persvoet naar beneden en ik begin gewoon te stikken. Aan het einde, we stikken altijd gewoon door. We laten hier nog een staartje hangen en ik knip af aan mijn stof. En ik zorg dat hier nog een relatief lang staartje hangt, toch enkele centimeters. Want als je dat hier heel kort bij je persvoet gaat afknippen, dan kunnen die draden veel gemakkelijker wegschieten en moet je opnieuw beginnen met inrijgen. Spanning, daar gaan we het dadelijk over hebben. Wanneer de draden op je overlock zitten en je wil wisselen van kleur, dan kan je dat ook makkelijker doen. Je hoeft niet altijd al je draden uit de overlockmachine te halen en helemaal opnieuw in te rijgen. Nu, één keer als je dat weet hoe dat moet en je weet waarop dat je moet letten, dan is dat ook wel heel snel gebeurd. Dan duurt dat letterlijk 2 minuten en het is klaar. Maar in het begin is dat nog niet zo simpel en ook gewoon, zelfs al kan je het goed, het is ook gewoon iets handiger. Als we onze draden gaan afknippen en knopen met de nieuwe. Ik ga nu hier allemaal verschillende kleurtjes van garen opzetten, want op die manier kan ik jullie heel duidelijk tonen welke draad nu van waar komt. Ik heb daarnet dat al wel uitgelegd, maar het is iets handiger als je dat kan volgen met kleurtjes, want dan is het pas echt duidelijk voor jullie. Maar hoe gaan we dat nu doen? Als je je draad op deze manier wil wisselen, dan wil je eigenlijk altijd vlak boven de bobijn je draad afknippen. Want als je hem vlak boven de bobijn afknipt, dan heb je hier nog lange draden. En met lange draden kan je net iets makkelijker een knoop leggen dan met hele korte draadjes. Dus een tip, laat ze lang genoeg, knip vlak boven de bobijn. Ik ga nu volgen met kleurtjes die hier ook op mijn machine staan. Ik heb alleen geen blauw, dus daar gebruik ik even zwart voor. En ik ga met die kleuren werken. Hoe gaan we die draden nu knopen? Ik ga beginnen misschien met eentje dichter bij mij, dat is makkelijker om te laten zien. Ik neem mijn twee draden vast, samen, en ik maak een platte knoop. Dus ik ga met de twee draden rond mijn vinger draaien. Ik ga door dat lusje hier, hopsakee, die twee eindjes halen. En op die manier heb ik een knoop gelegd. Zo ga ik al mijn draden verknopen met elkaar. Als onze draden dan geknoopt zijn, dan kunnen we onze draden gaan doortrekken en begin nooit, 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 gewoon te stikken met je stof en dan komen de draden wel mee. Want de knoopjes die we gelegd hebben, die gaan niet altijd zo heel vlot tussen de spanningsschijven doorgeraken. En onderweg ook, ja, de oogjes van de naald, afhankelijk van het garen dat je gebruikt, gaan die daar waarschijnlijk niet door kunnen. Heb je nu serafil garen geknoopt ook aan serafil garen, dan kan dat soms lukken.
Aangezien dat dat een dunne draad is en bij dan standaard naalden van 70 à 80 gaat dat waarschijnlijk wel lukken. Maar werk je met een microtexnaald, ja, dat gaat niet lukken. Dat oogje is te klein. Dus we gaan onze draden altijd doortrekken door onze persvoet omhoog te zetten. We nemen het staartje vast en we gaan daar een stukje aan trekken. Nu, als dat niet zo vlot beweegt, dan kan je ondertussen ook aan het vliegwiel draaien. Dan gaat dat al helpen. We knippen het staartje af en dan gaan we al onze draden er eigenlijk apart doortrekken, of per twee soms gaat dat ook wel. Wees altijd voorzichtig met de draden aan de spanningsschijven hier bovenaan, want de knoopjes die passeren daar niet altijd even handig. Dan moet je even je draadje wat begeleiden dat het er toch door kan zonder problemen. Ik zit hier al met mijn twee draden van de naald waar dat de knoop hier niet door het oog kan, wat dat heel normaal is. Dus die ga ik daar nog even laten zitten en ik ga eerst verder gaan met de andere draden. Want die grijperdraden, dat zijn degenen die normaal niet echt een probleem vormen. Ik zit hier al met wel een probleem. Ik ga mijn draadje moeten herknopen, want mijn bobijn is in de knoop. Ja, dat komt ervan als ik daar niet netjes nakijk voor ik begin natuurlijk. Dus ik ga deze even opnieuw moeten knopen. Nu moet ik alleen zien dat die van de ondergrijpen nog juist zit. Voilà, oké, dat zit goed. Dus nu, mijn draadjes die hier niet door de naald geraken, daar ga ik dan nu mijn draadjes toch van uit de naald moeten halen. Oh, meestal knip ik die wat korter. Ik ben niet zo efficiënt bezig. Hupsakee. En dan gaan we die terug door de naald moeten steken. Dat ga je wel zo goed als elke keer moeten doen. Gewoon omdat dat, ja, dat werkt niet. Knopen door de oogjes van de naald halen. Dus die moet je wel ook met het knoopsysteem nog even apart erdoor halen. En alright. Wanneer we al onze losse draden hebben doorgehaald en al onze goede draden hier nu onder de persvoet zitten, dan gaan we een proeflapje erbij nemen om te gaan stikken. Ik neem nu een heel gemiddelde stof, zeker niks heel soepel, niks heel dik, niks heel stijf, niks heel dun. Echt een heel gemiddelde stof. En dan gaan we een keer proberen. Nu, voor de meeste machines is de spanning, als we alles op 4 zetten, zou dat normaal redelijk goed moeten zijn. Want 4 is eigenlijk een vrij gemiddelde spanning. Bij sommige machines staat dat ook aangegeven met een bolletje of een kleurtje. Bij mijn machine kan je zien dat de nummers 3 tot en met 5 dikker, vetter gedrukt zijn dan de andere cijfertjes. En dat wil eigenlijk zeggen dat alles tussen 3 en 5 zou een gemiddelde spanning moeten zijn. Wanneer dat we hoger gaan, gaat het wat strakker gaan. Wanneer dat het een lager cijfer is, gaat het een lagere spanning, een minder strakke spanning zijn. We gaan eerst gewoon eens proberen wat dat het geeft als we gewoon alles op 4 laten staan. En dan gaan we van daaruit kijken wat is goed, wat is niet goed. En dan hoop ik dat we nu een vrij ideale spanning hebben, zodat ik ineens kan laten zien waarom een spanning goed is of waarom niet. En dan gaan we de machine eens ontregelen om hem goed te zetten en verschillende stofjes testen. Dus we gaan gewoon eens proberen met ons proeflapje. Ik plaats het proeflapje al vrij ver naar achter en ik ga altijd tot tegen het mes komen en dan de persvoet naar beneden zetten. We gaan nooit een stukje van onze stof afsnijden. Ik heb daar straks al kort iets over gezegd. Nu, waarom is dat belangrijk dat we niks van onze stof afsnijden? We hebben aan ons patroon naadwaarden getekend, bijvoorbeeld 1 centimeter, 1,5 centimeter. We willen ook graag die naadwaarde kunnen blijven aanhouden. Dus stel dat we hier nu 1 of 2 mm al direct gaan afsnijden met de overlock, dan hebben we al geen centimeter naadwaarde maar niet meer, maar nog 9 of zelfs 8 mm. Wanneer dat je dan later gaat stikken toch op die 1 centimeter, ja, dan komen we in de problemen, want dan zijn we het al aan het kleiner maken. En als je dan zegt, ja, Tamara, maar ja, voor die millimeter zeg, hè. Ja, akkoord, 1 mm is geen probleem. Maar wanneer dat je nu bijvoorbeeld
ik zeg maar iets, een vest aan het maken bent met vooraan twee opgaande naden, je hebt twee zijnaden, je hebt achteraan twee opgaande naden, dan hebben we eigenlijk heel veel plaatsen waar dat als er 1 mm verdwijnt, dat telt snel op. Dus stel dat je dan hebt aan je zijnaad en aan opgaande naad, links, rechts, en dan nog eens in de andere opgaande naad 2, dan nog eens de zijnaad, dan nog eens, dat zijn er al 6, dan in de rug ook nog eens 6. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk al 1,2 centimeter je deel kleiner gaan maken, of je volledige omtrek gaan verkleinen, gewoon door 1 millimeter af te snijden. Dus dan gaan we er ook nog vanuit dat je perfect je patroon geknipt hebt, perfect je stof geknipt, en dat je 1 millimeter afgesneden hebt en dat je dan ook perfect op een centimeter gestikt hebt. Als er in het proces, in elke verschillende stap, hier of daar is een millimetertje in weg verdwijnt of een foutje erin sluipt, of je hebt 1 à 2 millimeter afgesneden met de overlock, ja, dat telt heel snel op en je zit gemakkelijk aan 1 à 2 centimeter op een volledige omtrek. En dat willen we toch wel voorkomen, want we willen dat ons kledingstuk past en ja, 1 centimeter of 2 centimeter kleiner kan een heel groot verschil maken. Dus we gaan niks afsnijden. We houden onze stof gelijk met het mes. Het enige dat we willen afsnijden zijn zo'n rafeltjes. En ook bijvoorbeeld als je geknipt hebt en je hebt zo'n lelijke bult gemaakt, ja, dan kan je dat wel wat recht trekken. Maar niet consequent een repeltje eraf doen, want dat komt niet goed. Dat gaan we niet doen. Dus we gaan eens zien wat dat geeft. Alright. Ik kan al direct zeggen dat de spanning nu niet goed is. In principe, onze spanning zou moeten goed zijn als onze stof mooi plat blijft liggen. Dus ze trekt niet zo bij elkaar. En ook onze stof hier mag niet omkrullen, niet naar achter, niet naar voor. En de verknoping van de twee draden moet perfect op de zijkant liggen. We mogen ook nergens losse lussen zien hangen. Dus in principe, wat kan ik hier al zien? Oké, de stof ligt inderdaad mooi plat. Ze trekt niet bij elkaar, dat is al goed. Maar wat ik wel heel duidelijk zie, is dat hier eigenlijk er heel veel spanning op de stof staat. De stof staat een beetje bol. Die wordt dus te fel aangetrokken. En ook zie je dat hier op de zijkant je stof zo wat heel onregelmatig tussen de onregelmatige steken dooruitpringt. Dat willen we niet. En als we dan naar de achterkant kijken, dan zien we inderdaad van ja, die verknoping van die onderste en bovenste zigzag, die ligt eigenlijk helemaal aan de achterkant. Dat is niet de bedoeling. Die moet op de zijkant liggen, terwijl onze stof mooi ontspannen ligt. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk nu de achterkant te strak is, want de achterkant trekt de voorkant naar achteren. Als iets te strak is, willen we een minder strakke spanning, een lagere spanning. Dat is dan ook een lager cijfertje, als je met cijfertjes werkt. Dat wil dus zeggen dat ik hier al 1 volledig cijfertje is naar beneden ga gaan en dan gaan we zien wat dat geeft. Nu, heel vaak ligt het aan een beetje een combinatie van de twee. We hebben hier de twee naalddraden en we hebben hier de twee grijperdraden. En die staan meestal altijd per twee ongeveer gelijk. Dus nu zit er eigenlijk in mijn twee grijperdraden toch wel een verschil. Ik gok dat ik waarschijnlijk deze ook wat ga moeten verplaatsen, maar we gaan al eens beginnen met die achterste om te zien of dan de verknoping wel mooi op de zijkant komt te liggen zonder dat er ergens een te veel spanning of een bolling of een kromming in onze stof zit. Nu, ik ga voor mijn proeflapjes altijd gewoon een repeltje eraf snijden, want ik ga niet elke keer een stukje knippen. Ik ga dat gewoon snijden, dat komt in orde. Dus we gaan eens proberen. Nu, wanneer ik aan het overlokken ben, dan ga ik meestal zo al eens een keer kijken wat doet mijn draad en ik pas het onderwege nog aan om het voor jullie goed zichtbaar te houden. Ga ik wel altijd een volledige lengte doen, maar dat kan je dus zelf ook thuis. Je hoeft niet elke keer een heel lang stuk te overlokken om je spanning aan te passen. Inderdaad, wat we hier al zien, de verknoping zit wel beter op de zijkant, maar toch staat die stof zo nog gespannen. De steken zijn niet echt regelmatig, daar priemen zo van die stukjes stof uit. Dat is niet wat we willen hebben. Dus, zoals ik daarnet al zei, we gaan waarschijnlijk hier ook onze derde draad moeten aanpassen, want eigenlijk zit die nu een beetje strak, waardoor dat
de verhouding tussen de twee niet meer klopt en waardoor dat er nog altijd te veel spanning op de stof staat. Dus ik wil die ook gaan verlagen. Ik ga die eigenlijk al eens verlagen naar dezelfde spanning als de onderdraad in de hoop dat ze dan allebei meer ontspannen gaan vallen. We gaan eens zien. Dat is ook weer beter, maar nu zien we nog altijd dat er wel wat spanning op de stof staat en de verknoping zit terug meer naar achteren. Dat wil zeggen dat de verhouding tussen de twee toch wel echt zo zit dat de achterkant losser moet zijn dan de voorkant. Maar ze zijn eigenlijk allebei nog te strak, want er staat nog altijd een bolling in de stof en er priemen nog altijd stukjes stof tussen de onregelmatige steken. Dus ik ga ze allebei verlagen, maar ik ga de laatste draad, dus die van de onderkant, ietsje lager zetten dan die van de bovenkant. We gaan eens kijken. Dat ziet er al een pak beter uit, want nu zien we dat eigenlijk onze stof ontspannen ligt. Daar zit zo geen krulling of bolling meer op. En we zien hier duidelijk de verknoping op de zijkant liggen. Hij zit niet vooraan, niet achteraan, mooi op de zijkant. Eigenlijk is dit een best wel goede spanning. Is ze 100%? Goh, ik zou nog durven zeggen dat we de onderste nog een tikkeltje losser doen. Kwestie van ervoor te zorgen dat hier zit nog een mini bollingskin in. Maar eigenlijk echt, als we dat strijken is het weg. Maar ik ga eens kijken of ik het toch nog beter vind op deze manier. Dit zijn nog altijd geen losse lussen op de zijkant. En dat mini-bollingske is toch nog verminderd. Dus ik zou nu zeggen, de spanning is perfect. Ik kan zo gaan stikken. Nu gaan we eens de machine opzettelijk ontregelen. En zien welke problemen dat we zo nogal kunnen tegenkomen. Wat er nog kan gebeuren, is dat dus de stof bij elkaar trekt tijdens het stikken. En dat ligt eigenlijk altijd aan de naaldraden. Dat daar de spanning te hoog staat, waardoor dat eigenlijk die rechte steken, dus die kan je hier nog zien, de rechte steken aan de zijkant, dat die de stof bij elkaar gaan fronsen, als het ware. En dat wil dus zeggen dat we eigenlijk hier gaan zorgen dat de naaldraden niet te strak zitten. Nu, ze stonden eigenlijk voor deze stof helemaal oké. Dus ik ga hem eens te strak zetten, zodat je duidelijk het verschil kan zien. En meestal is dat een probleem van de meest linkse naald. Die middelste heeft zelden een probleem waarbij het gaat fronsen. Het zou kunnen, maar dat is zelden. Ik ga eens laten zien wat dat geeft. Voordat ik ga knippen, kan je zo al heel duidelijk zien dat alles heel erg gefronst is. Dus ter vergelijking, dit was daarnet onze ideale overlock. Nu, ik zou dit nog eens moeten strijken, dat dat mooi plat ligt. Maar hier ligt de stof heel ontspannen. Er zijn geen bollingen, de stof trekt niet samen. Ook zijn er geen losse lussen in onze overlock. Hij zou misschien een tikkeltje strakker kunnen van boven, maar aangezien dat we merkten dat hij toch heel snel reageert daarop, hebben we dat zo eigenlijk als perfect bestempeld. Als we nu gaan kijken, dit trekt heel erg samen. Nu, heel vaak zie ik mensen het volgende doen. Als ze dit aan de hand hebben, dan knippen ze gewoon af. En dan gaan ze daar zo eens even langs, uppakee. En ja, het is plat. Nu, we zijn hier wel een heel stuk draad kwijt. Daaraan kun je ook al zien van, het probleem zit hem dus in die gele draad hier. Want de rode, de zwarte en de groene, die zijn er nog zoals ze horen te zijn. Maar het is vooral de gele draad die we eigenlijk tot hier zijn kwijtgeraakt. Dus dan weet je al, het probleem zit in de gele draad. Nu, als je dit gaat doen bij een stuk in je goede stof, in je kledingstuk dat je aan het maken bent, ja, dan krijgen we wel een probleem. Want hier zitten nu onze lussen ook gewoon los. Dat is niet de bedoeling. Als je dat zou doen en je krijgt dat niet goed ingezet, doe dan eerst eens met je vinger er langs om alles eruit te duwen en daarna afknippen, want dan ga je geen tekort in je draad hebben. Nu, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dat eigenlijk op die manier gaan overlokken en altijd eruit duwen. Als we dat dus aan de hand hebben, wil dat zeggen de spanning van de naald is, van de linkse naald is te hoog. We moeten de spanning van de linkse naald doen zakken. Ik ga nu even een korte kant doen. En dat ziet er een pak beter uit, want nu ligt onze stof ontspannen. Er zit geen spanning op, het is niet te strak. Dit is helemaal oké, zoals het zou moeten zijn.
We hebben nu geprobeerd te stikken met een vrij gemiddelde stof, maar er zijn ook problemen die heel eigen zijn aan fijnere stoffen, dunnere stoffen, soepelere stoffen. En dat is het probleem waarbij dat de stof eigenlijk omkrult, dus naar voor of naar achter. Dat kan allebei gebeuren. En dat gaat bij een stof zoals deze moeilijk gebeuren. Maar eigenlijk, om te begrijpen waar dat probleem vandaan komt, moet ik eerst iets anders uitleggen. Namelijk, waar dienen al die knoppen voor aan de machine? Wat doen die knoppen? Want het is ook met die knoppen dat we bepaalde spanningen moeten gaan goed regelen. Dus ik ga dat eerst tonen. Bij de overlockmachine kunnen we elke draad een andere spanning geven, maar we kunnen ook de steekbreedte veranderen, we kunnen de steeklengte veranderen en we kunnen ons differentieel transport veranderen. Nu, wat zijn die dingen allemaal? De steeklengte en de steekbreedte, dat spreekt bijna voor zich. Dat zijn ook dingen die je waarschijnlijk al wel kent van bij de gewone naaimachine. De steeklengte, dat wil dus zeggen de afstand van de lengte van één steekje, dus waar de naald in de stof gaat, eruit komt, verder gaat en terug in de stof gaat, de afstand tussen de twee punten waar de naald de stof ingegaan is, dat is de steeklengte. Bij onze naaimachine moet die altijd 2,5 zijn, zodat er 4 steken per centimeter zijn. Bij de overlockmachine zetten we die meestal ook gewoon op 2,5, dat is een mooie standaard, maar er zijn soms stoffen of momenten, technieken waarbij je die wat ruimer of wat kleiner zou willen hebben. Nu, die 2,5 steeklengte die gaan we meestal gewoon aanhouden, dus die kunnen we momenteel laten staan. De steekbreedte, dat gaat dus over hoe breed de overlocksteek is. Dat kun je aanpassen. Nu, er zijn verschillende manieren om dat te doen, want zoals ik daar straks al had laten vallen, we hebben 2 naalden en we kunnen eigenlijk ook gewoon 1 naald gebruiken. Als we 1 naald gebruiken, dan werken we niet met 4 draden, maar dan werken we maar met 3 draden. Nu, als we met 3 draden werken, dan kunnen we ervoor kiezen om de linkse naald weg te laten. Dan gaat eigenlijk het stukje van de overlock hiernaast wegvallen en dan krijgen we een smallere overlock. Voor de rest blijft alles hetzelfde, alleen zit er dan uiteraard die middelste lijn niet meer in, want we hebben alles aan de rechtse kant van die lijn laten vallen. Allee, als het zo ligt, aan de linkse kant van de lijn laten vallen. En we hebben nu een smallere overlocksteek. Hij gaat gewoon stikken, geen enkel probleem, met maar 3 draden en een smallere overlock. Je kan er ook voor kiezen om met 3 draden te werken en de rechtse naald te laten vallen. En dan blijft de overlocksteek even breed, maar dan hebben we dat stiksel in het midden niet meer. Dat is ook geen enkel probleem, want dat stiksel in het midden dat zorgt voor extra stevigheid, stabilisatie. Maar dat heb je niet altijd per se nodig. Zeker als je overlock gewoon dient om de rand van de stof mooi af te werken. Dan is dat niet super belangrijk bij de meeste stoffen. Maar ga je nu stikken met de overlock, als in ik ga een tricot t-shirtje maken, ik ga niet meer met de naaimachine daaraan aan werken, ik ga dat direct met de overlock doen, dan heb je dat wel echt nodig voor die stevigheid, dan kan je niet zonder. Nu, in principe, als je dus de rechtse naald weglaat en op die manier 3 draden gebruikt, dan blijft de steekbreedte even breed. Daar verandert niks. Maar bij de meeste machines kan je ook de plaats van de naald van het mes veranderen. Dus dat wil zeggen, de mespositie kan je verplaatsen. Bij mij zit die knop hier binnenin. Bij sommige machines zit dat ook gewoon aan de buitenkant, aan de zijkant. Dat is een beetje afhankelijk van de machine dat je hebt. Ben je niet zeker, dan kun je altijd even de handleiding erbij nemen of googelen als je die niet meer hebt. En dan kan je dat zo ook terugvinden. Nu, hier is dus dat metalen plaatje is het mes en met deze knop ga je zien, als je daaraan draait, dan gaat het hele ding zich verplaatsen naar links of naar rechts. Dat wil dus zeggen, ik zet hem eigenlijk altijd op de meest rechtse positie. Want in de meest rechtse positie wil dat zeggen, mijn mes is heel ver, of het meest verre punt weg van mijn linkse naald. Op die manier is mijn steek zo breed mogelijk. Breder dan dat kan hij nooit worden. Ik probeer ook zo altijd te overlocken. Bij de meeste machines zit dat rond de 7 à 8 mm die breedte. En dat wil dus zeggen dat we bijna een centimeter hebben. Voor veel stoffen is dat meer dan breed genoeg. Maar heb je een stof die fel rafelt, dan wil je zeker zo breed mogelijk gaan, zodat de overlock er niet mee kan uitrafelen eigenlijk. Dan willen we die stof echt goed omkapselen, zodat het niet weg kan. Nu, er zijn momenten waarop dat het echt wel smaller gaat moeten of dat je het smaller zou willen.
En dan kan je hier gaan verplaatsen je mes om de steekbreedte smaller te maken. Dus op de meest linkse mespositie wil dat zeggen dat je steek het smalste gaat zijn. Waarom wil ik dat nu doen? Bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, voeringsstof is een hele fijne, soepele stof. Die gaat heel gemakkelijk omkrullen in je overloksteek. En als we de meest brede mespositie gebruiken, dan gaat dat waarschijnlijk te breed zijn en je stof gaat niet blijven liggen. Ik ga u even in close-up iets proberen te tonen. In de hoop dat dat goed zichtbaar is. Dus, hier zit vooraan een klepje. En als ik hiermee beweeg, dan ga je ook zien dat er hier achteraan iets verandert. Hier achteraan zit een metalen plaatje. En als ik nu met dat klepje beweeg, dan ga je ook zien dat dat weggaat en terugkomt. Waarom is dat plaatje zo belangrijk? Dat plaatje, eigenlijk, als we gaan overlokken, dan gaat onze stof daarover glijden. En de steken worden eigenlijk gemaakt rond je stof, maar ook rond dat plaatje. Dus wanneer dat onze steekbreedte zo breed is als dat we kunnen, dan hebben we eigenlijk dat plaatje achteraan. En dat plaatje dat komt niet tot even breed als de stof wordt afgesneden. Dus uw mes staat eigenlijk... Uw mes staat hier, dat plaatje ligt plat, maar dat komt niet gelijk. Daar zit nog een ruimteke tussen. Dus uw mes staat hier, uw plaatje ligt daarnaast, maar dat plaatje zit niet tegen uw mes, daar zit nog een klein ruimteke tussen. En dat ruimteke dat er nog overschiet tussen dat plaatje en uw mes, dat is eigenlijk de ruimte waar uw stof nog kan omkrullen door een te strakke spanning. Wij willen niet dat onze stof omkrult van een te strakke spanning. Dus we gaan onze spanning verlagen. Maar het kan dus zijn bij heel soepele stoffen, heel dunne stoffen die makkelijk omplooien, dat we dus aan de hand gaan hebben dat onze spanning al op het allerlaagste staat en dat toch nog de stof omkrult. Dan kunnen we niet meer zakken met onze spanning, dat is onmogelijk. Wat moeten we dan doen? We gaan onze steekbreedte smaller zetten, waardoor onze stof constant over dat plaatje blijft glijden en waardoor dus dat plaatje ervoor zorgt dat de spanning van de draden, dat dus de draden eigenlijk niet je stof kunnen omkrullen, omdat dat plaatje alles tegenhoudt en op zijn plaats houdt. Dus daarom is het ook belangrijk dat je dus uw mes verplaatst indien nodig om uw spanning goed te zetten. Dus het ligt niet alleen maar aan de spanningsschijven afstellen, maar ook aan de juiste steekbreedte gebruiken voor jouw stof. We gaan terug uitzoomen en we gaan dat eens bekijken. Nu ga ik eerst overlokken met dezelfde spanning die ik daarnet had en de steek nog altijd op het breedst mogelijke en dan ga je waarschijnlijk direct zien gebeuren dat de stof omkrult. We gaan dat gewoon eens doen. Het valt al bij al nog mee, moet ik zeggen. Het is nog niet het ergste dat ik ooit gezien heb. Maar wat gebeurt er wel? Ik ga misschien zo dadelijk de spanning eens verhogen. We zien wel dat het allemaal niet zo mooi zit. Hè? De stof hier tussenin zit zo wat gekronkeld. Dat willen we niet. Dus we moeten effectief veel lager dan de spanning die we hier hebben, kunnen we al niet meer gaan. Plus, het ziet er nu al een klein beetje rommelig uit. Dus we gaan onze steekbreedte moeten aanpassen. Nu, ik ga toch eens even mijn spanning verhogen in de plaats van verlagen. Gewoon zodat je kan zien hoe dat het eruit ziet als de stof dubbel geplooid zit. Want voilà, zoals hier, eigenlijk ziet die steek er redelijk goed uit. Je denkt van, allee, wat is nu het probleem? Ik zie toch geen probleem? Ja, er is duidelijk wel een probleem. Ik weet niet dat je het duidelijk kan zien, maar de stof zit dus eigenlijk dubbel geplooid hier tussen. Je ziet echt dat randje hier omplooien. Ja, dat willen we echt wel niet. Dat is niet de bedoeling. De stof moet mooi plat liggen. Terwijl dat je wel ziet van, ah ja, hier zit een verknoping op de zijkant. Dat lijkt allemaal wel plat te zijn, maar dit geeft nu allemaal veel extra dikte. Sowieso zouden we niet dit garen gebruiken
voedingsstof, daar zouden we het serafulgaren voor gebruiken, zodat we ook die dikte van dat garen niet hebben. Maar dit zorgt er dus wel voor, ook hier zo tussen de twee naalden kan je zien dat dat allemaal zo bij elkaar gepakt zit. Zie je hier ook duidelijk zo een donkerdere lijn naast de steken. Daar zit de stof echt gewoon samengepropt. Dat willen we dus niet. En we kunnen onze spanning wel gaan verlagen en verlagen en verlagen, maar uiteindelijk gaan we er niet geraken. Dus wat gaan we doen? We gaan de mespositie veranderen. En ik zet nu mijn mes ongeveer gelijk met dat metalen plaatje achteraan. Ik kan niet zeggen dat is die of die, allee, dat of dat nummerke voor jouw machine, want bij sommige machines staat daar ook geen nummerke. Dan moet je eigenlijk gewoon achter je machine gaan zitten en zo kijken recht naar je machine, dat je hier ziet dat het mes en dat plaatje op één lijn staan. Wanneer dat we dat hebben, gaan we nog eens even proberen. En wat zien we nu gebeuren? Oké, de stof ligt platter. De stof wordt niet omgeplooid. Dat is op zich al fantastisch nieuws. Maar de verknoping zit hier van voor. Dat is niet goed. Mag niet. Dat wil dus zeggen dat we eigenlijk willen bekomen dat de verknoping op de zijkant zit. En ik heb nu het gevoel dat eigenlijk de voorkant te strak is, waardoor dat die eigenlijk de verknoping een beetje meer naar voren trekt. Dus ik wil mijn bovenste zigzag ietsje losser zetten. Waardoor dat platter kan vallen. Als ik hier nu kijk, dan zie ik eigenlijk een felle verbetering. De verknoping ligt op de zijkant, maar ik zie ook wel dat daar zo wat lusjes uitsteken. Dus die lusjes dat nu uitsteken, dat heb ik liever niet. Nu, soms is het wel zo dat met een heel fijne stof het bijna niet anders kan dan dat de lusjes er lichtjes uitsteken. Want het minste dat we nu de spanning verhogen, kan het toch zijn dat het ineens gaat trekken. Ik ga het toch even proberen, allebei een vierdeke hoger en zien of dat beter is. En wat vind ik ook? Ik vind dat mijn stof zo toch een beetje bij elkaar trekt, als in dat fronsje met die naald, zoals we dat ook al gezien hadden. Ik ga toch die naald raden, allebei ietsje lager zetten. En we gaan nog eens proberen wat dat dan weer geeft. En dat maakt mij een pak blijer, want nu trekt mijn stof op geen enkel punt samen. Niet in de lengte een frons. En de lusjes hier zijn ook veel beter. Dus dit lijkt mij eigenlijk 99,5% perfect. Dat half procentje dat niet perfect is, waar ligt dat nog aan voor mij? Dat is hier achteraan, die groene draad, die zijn... Ik vind dat net iets te grote lusjes van achter. Nu, ze zijn echt wel heel, heel klein, maar... Ik zou toch liever die groene naaldraad weer iets strakker hebben. Want door die iets strakker te doen, hebben we nog altijd een perfecte steek, maar zijn deze puntjes net iets platter van achter. Dat is echt een mini verschilletje, maar dit is perfect de steek zoals we die willen hebben. Je ziet dus dat een steek en een spanning die we daarnet hadden voor de blauwe stof, dat die totaal niet goed is voor deze stof. Elke stof heeft een andere spanning nodig en dat is echt belangrijk. Elke keer opnieuw testen, met elk stofje een proeflapje. Hoe goed dat je dat machine ook kent, daar gaat het niet over. Het gaat echt gewoon over spanningen testen. Elk stofje heeft een andere spanning nodig, maar op die manier kun je eigenlijk altijd je spanning gaan aanpassen. Nu is er nog iets waar ik het daar straks over had, namelijk dat differentieel transport. En dat differentieel transport, wat is dat nu juist? Ik ga dat even aan deze kant wat proberen te laten zien. Ik denk niet dat je daar veel aan kunt zien. Anyway, hier de tandjes die we hier hebben, die de stof meeneemt. Het transport, dat hebben we bij de naaimachine, bij de overlock, dat hebben we bij alle machines. Bij de naaimachine is dat gewoon één set tandjes en dan heb je je persvoet en die tandjes die nemen je stof mee langs onderen via de persvoet naar achter. Nu, bij een overlock, moet je maar eens van dichtbij kijken bij je machine, dat heeft twee sets van tandjes. Dat wil zeggen, hier zitten eigenlijk twee transportbandjes, zal ik het dan maar noemen, en die kun je instellen dat die tegelijkertijd bewegen. Of je kan je instellen dat de voorste sneller en de achterste trager beweegt. Of omgekeerd, de voorste heel traag en de achterste weer heel snel. Bij mij zit die knop hier aan de zijkant. Ik ga dat ook eens even laten zien. Zo.
Dit is daar zo het symbool van. Dus zo bij elkaar gepakt accordeonnetje of zo'n lang, smal uitgerokken dingetje. Ik weet niet of dat duidelijk is. In ieder geval, dat is het differentieel transport. Wanneer die op N staat, is dat neutraal. Maar wanneer dat je nu lager of hoger gaat gaan, dan ga je dus spelen met de snelheden van die twee transportbandjes. Het symbool dat erbij staat, vermeldt eigenlijk ook al wat dat je gaat doen. Dus het accordeonneke, dat is een lager cijfer. Dat wil eigenlijk zeggen, je gaat je stof bij elkaar duwen, waardoor dat je die bijna gaat fronsen. Dat wil dus zeggen, je voorste transportje gaat heel snel bewegen. En het achterste gaat traag bewegen. Dus je voert je stof heel snel in, maar je laat ze erachteraan trager uitgaan. Je duwt dus de stof in het midden bij elkaar. Wanneer dat je naar een hoger cijfer gaat, dus in mijn geval is dat richting 1,5 of zelfs 2, dan ga je net het tegenovergestelde doen. Je gaat je stof uittrekken. Hoe doen we dat? We gaan vooraan het eerste transport traag laten bewegen en het tweede transport heel snel. Door dat te doen, ga je traag stof invoeren in de machine, maar wel heel snel de stof eruit trekken achteraan, waardoor dat je dus druk zet op de stof en de stof uittrekt. Dat is wel heel tof om mee te spelen. Bijvoorbeeld wanneer dat je een rolzoom wil maken met de overlock. En op die manier kan je die rolzoom nog extra hard laten golven. Hoe dat we een rolzoom maken, dat gaan we in een latere video nog eens bekijken. Want ik denk dat dit al meer dan genoeg info is voor een les over de overlock en waar je mee aan de slag kan gaan om je overlock helemaal perfect in te stellen. Met deze info zou je dat volledig moeten kunnen doen. En vooral belangrijk is oefenen, oefenen, oefenen en ervaring opdoen. Doe eventueel ook, zoals ik nu gedaan heb, in elke draad een ander kleurtje, zodat je hier heel duidelijk kan volgen van waar het probleem komt. En op die manier ga je dat ook gewoon leren kennen, waar dat je aan moet draaien, welke dat hoger of lager zou moeten. Maar veel oefenen en veel proberen, dan gaat dat binnenkort vanzelf. Veel succes! Ziezo, vandaag hebben we heel wat geleerd over de overlock. We hebben geleerd waarom we een overlock nodig hebben, wat dat die exact doet, wat de verschillen zijn in de verschillende prijskategorieën, welke garen en welke naalden dat we nodig hebben, hoe we de overlock moeten inrijgen, hoe we het garen kunnen vervangen en het allerbelangrijkste, de spanning regelen. Meer stiktechnieken met de overlock, die gaan zeker nog volgen in een volgende tutorial. Voor de rest, als je deze tutorial leuk vond, als je er iets aan gehad hebt, vond je het heel interessant, geef dan zeker even een like. Abonneer je ook op mijn kanaal, moest je dat nog niet gedaan hebben. En deel eventueel de video, de tutorial, met je vriendinnen die deze tips ook wel kunnen gebruiken. Dan zie ik jullie heel graag een volgende keer weer terug. Tot dan! Doei!